gemaakt om zo hard te gaan. Deze auto is gemaakt om die driften, wat je net een heel klein beetje zag, maar probeer ik te vermijden. Probeer een neus in die richting. En het houdt de hele tijd. De laatste wordt voor dat we ons zweet omdraaien. Aangaan, het gaat net goed. En nu kunnen we het vermogen van deze man blijven los. Oh, deze man! Kijk, dit kan hij wel. Maar hij is heel instabiel. Bochten in de zwem zijn zelfs hoogvallen. Kijk nu niet voor de treffen om 330 km per uur. Dit zijn F1 topsnelheden die we rijden. Zo hard rijden ze in 2018 helemaal niet meer. 360 km per uur. Wow! Dat hebben we gezien in 2000 kutzooi. 16 volgens mij voor het laatst dat soort snelheden. En dat was met ons in Mexico. Ja, deze auto die heeft een F1 auto een deel met een Kero. En dat is een klein beetje probleem. Kijk eens even, ik geef er geen voorgas meer hoor, dat durf ik niet. Dat sprak ik nu goed. Nee, stil. Blijf volgen, maar alle auto's zijn natuurlijk zo snel. Dus af en toe tegen andere klasauto's rijden. Dan kun je ze op de sweat uitrijden. Dan ga je gewoon graag zondags. Collega Chief, die rijdt goed. En nu moet je altijd hangen, ze rijdt je fluitend voorbij op de sweat. Maar in de bocht, ja, dan is het aankloppen met deze jongen. Nee, hier gaat het eigenlijk helemaal nergens op. Oeh, deze man hier druk op de opbuik. Niet goed over. Oeh! Deze auto's een beetje normaal te kunnen rijden zonder te driften. Oh jezus. Oh nee. Ja, ik weet van het gas af. Lange sweats op dit circuit. Gewoon bij het bocht gedeeld en hier liggen dan ergens een bosje kleur of zo. Weet ik allemaal niet zo precies hoe dat hier heet. Laat ik wel op plaats met P13 of P29 heb gedaan. Staan niet helemaal goed bij jou. Is dat mag. Deze race is afgelopen. Ga ik eens proberen met de Lotus van Sana uit 86, denk ik. Dat zijn hier turbo auto's, weet je wel. Oh my days! Hoe kan deze auto goed driften? Wow! Oh, ik niet. Oh. Hier is een voorrangschuifpunt. Opletten geblazen. Driften er maar mee. Oké, iedereen. Aan hem, en gas. Jezus man! Dus ik vlog de AI maakt fout hier. Dus daar kun je hem blokkeren. En daarom heb ik jou niet gesteld. Oh! Wat daar wat remmen? Nee! Stop die remmen zo onstabiel daar. Dit heb ik verkeerd weg. Altijd! Oude kant op! Ja,
360 km per uur aandekken. Gaan we een dive op proberen? Oh ja, zeker. Oeh, wat een scheef stabiliteit tijdens het remmen. Dat was niet zo slim. Dan ook deze chicane afsnijden. Dat is een beetje veel door, maar dat is wel best wel. Oeh! 334. Oh ja, zeker wel. Met één hand deze auto op de controle houden is behoorlijk zwaar. Omdat hij de hele tijd van links naar rechts drift. Oh my days, what is dit? Move man! Naast is de beide exit. Nee, dat gaat niet worden. We gaan eens even kijken wat wij nog meer kunnen. Wat voor leuke autootjes. Even suggesties voor leuke auto's die dat er een iemand kijkt. Laat het dan alsjeblieft weten in de comments. Dan zal ik er zelf die stream even bij pakken. Zodat ik het überhaupt kan zien. Maar we zeiden de McLaren. De Lotus van de. Dat is deze. Inderdaad. 1986. Vintage. Hele stuk auto. Ik denk ongeveer evenveel vermogen. Misschien iets minder als die Red Bull. Iets makkelijker te controleren, want die heeft veel meer aero. In vergelijking met de moderne F1 is er natuurlijk nog steeds heel weinig aero wat we op zo'n auto vinden. Maar het is in ieder geval een stuk stabieler op snelheid vanwege die grote achtervleugel. Dat doet daar wel heel veel. Zo, ik hoop dat het lukt. Er zit niemand in de chat die nog een betere suggestie heeft. Fuck a few, man. Oh, fuck. Oké. Okay. Ik moet even mijn... Dus mijn view aan, dat is mijn gebruik. Dit is geen view, dit is echt geen view. Oh, beter. Deze auto, een hele dikke turbo. Natuurlijk, zou je net dat we in de jaren 80 in de verleden hebben. Maar ik ben even niet door te rijden. Een zijdezacht voetje, dus hop. Oh, hey, hallo. Zijn we deze af? Okay, you've got a warning from the race director for cutting the track. Respect the track limits. Keep between. Ja, we gaan starten. Auto's, commentaar op auto's mag ook achtergelaten worden. Keep an eye on the lights. Watch out for wheel spin. And let's nail this start. Green, green, green. Go, go, go. Ik weet dat Bottie niet meteen down is gestart met deze zwang. Je barometer die je daar onder in beeld ziet, dat is ook een beetje een gevaarmeter. Als je boven 3,5 komt, wat is het?
er staat, dan begint het aardig link te worden. Zeker in versnelling 1, 2 en 3. Dan wil hij nog wel zo slikken. Of het hangen zin om weer terug te schakelen naar de 1. Een lage toeren heeft hij heel weinig vermogen. Want dan is hij turbo niet meer. Ja, dit is gewoon een 1.5 zescilinder in het geval van deze Lotus. Ja, daar heeft gewoon niet veel vermogen natuurlijk. Maar ja, ze turbo in bestond. 5 bar is ook heel erg veel, hè. Pas op, dat vergis je niet. Dan wil hij wel. Dan staat hij stil. Moet je aankijken. Oké. Dus kijk, hier gaan we posities goed maken. Waarom rijden deze mensen zo langzaam? Kijk, hoe snel ik een volgas. Ja, die wel hoor. Ik word ook een beetje slipstream. Zit er iemand? Mensen wat er niet meer. 6 versnelling hebben wij niet. Daarvan. Oh, we zijn nog niet eens. Zo lang is het, man. Het is niet zo lang. Het is 360 km per uur. Dat is helemaal niet zo hard. Oeh, die kan niet remmen! Oh! Deze auto die treft niet zo lekker. Oh, maar ik had wel in de goede positie gebeurd door andere beunhazen. Die zijn van denken. En die gaan gewoon door. Kijk, B15 nu. En we maken nog steeds posities. Dus het gaat lekker. Kijk, daar wordt ook niet helemaal verpleegd. Maar wij zijn lekker aan het slipstream. Hier 322 km per uur. 325. Kijk, we zijn aan het begin op 2018. Het één snelheid te lijken. Oeh, aangaan is hij niet heel stabiel. Zo snel doorzetten. Ja, daar gaat hij al heel hoor. Oeh. Oeh. Dit is nog niet massa aan het kijken, hè. Maar nu is hij lekker stabiel. Oh, veel te goed gegaan. Dit is een snelle bocht. En alles remmen en hebben we een auto. Maar hier wel! Fuck. Oeh, ik heb een crash veroorzaakt. Dat is niet zo mooi. Voor mij is het damage uit. We gaan gewoon door, we gaan volgen door. Oh, die andere was de helmetcam. Dat was super leuk. Dit is veel veilig. Betere geluiden. Ja, ja. Rolex, W14. Lekker. Deze snelle bocht waar ik zo bang was. Was daar easy flat in deze Lotus Merkmeester bocht. Ik wel een beetje waar aan de speelde uit de net. Oeh.
continuity to begin that rally comes actually one of the opposite straight and the 16 to and the RS. Yes. Natuurlijk niet! Aanremmen! Oeh, ja, die zou er toch wel goed door, zeker. Leg ik die mas aan. Zijn zo stil. Al hebben en dat gas diep indrukken, ook al ben je bang dat die uitslipt. Nou, anders dan tweede sigaar. Even kijken of de fuck daar naar achter dit. Ja, daar hebben we. Hij is iets verder weg hier, dus ik kan hem niet inhalen. Deze is tegenwoordig ook easy flap. Ik vergeet altijd hoe snel deze bocht erachter gaat. Kut. Ik ben hem niet meer kwijt. Oh nee, deze bent wacht voor. We gaan hier een dikke 4 minuten op de lap doen, maar dat is niet zonder een aantal fouten. Dus, licht is aanremmen en dan hier aanremmen, aanremmen, aanremmen in z'n 2. Oh, het zijn te klappen hoor. Achter ons een gevecht begint te ontstaan, dat neemt de druk in die roodhandskorst een klein beetje weg. Veel vol gas op dit circuit, hè? Lange rechte stukken, easy flats ertussen. Bij het mooiste deel van het circuit, denk ik. Oh, drijven! Ja, ja. Ging net goed. Oeh! Oeh! Zeer technisch gedeelte hier. Oh, dat kan natuurlijk veel sneller als je een beetje beheersing hebt over de wagen. Dat is wel een mooi stukje car control wat ik hem daar uit de muur hield. En met de neus enigszins in de muurrichting. De jagende roodhandspoortje zit er nog altijd. Ik ga het niet doen. Ah! Kwijtgeraakt zeg. Kijk eens of je niet in ons aanstreed naar keuken terug. Maar dit doel is weinig voor. Hier is niemand thuis, hè? Zo'n volgas. Zo'n volgas. Dan moet je uitkijken en nu kijkt hij voor. Ja, ja. Dat is een getemd beestje, deze Lotus. Oh, deze man toe. Dat kan ook wel even missen, hè? Oei, 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 oei. Helemaal opnieuw beginnen. Uitdagen opnieuw beginnen. Dus welke auto wordt de volgende? Laat het mij weten. Zo, R18 TDI, F35. Oh, Audi nog meedeed allemaal. En ook zeer succesvol was. Oké, okay, we've got a little bit of pressure from the guy behind, so maybe time to start covering the inside line. Lego. En dat is hij. Dat is een knap gezet, dat zijn vandaag waardevol is. Botten me daar. B27, dat gaat niet goed. Al die auto's die daarvoor rijden op de minimap, ja, die daar hadden we gesproken zitten. Maak het ook asociaal hard aansnijden met deze bocht. Normaal is het een goed idee, maar. Niemand thuis, niemand thuis, niemand thuis. Ah! Nee, de Marlboro zit achter ons. De Marlboro McLaren. Ik denk dat de reden ook iets meer is. Hey, daar klopt ook. Oeh! Ah, komt er toch iemand? Dat is lang. We gaan hem toch gewoon eruit. Oh, wat een mooie trailbreaker langs daar. Misschien nog thuis. 2. Oeh! Oeh! Kutzooi! Ja, daar heb je hem. Nu moet hij slips. Precies. Meteen gaan. Oh my god, dat was bijna een hele mooie proef. Als ik hem nog stil had gekregen, dat is helaas niet gelukt. Dat is wel een stukje smaak, hoor. Ah, ik ben het heel lang te kijken. Oh, dat is een live. Oeh, niet
So you have lost. Oh my god, it's gonna miss. Ik denk dat het goed is geweest in deze ronde. Deze auto. We zetten de lap straks op 3, want dat duurt wel heel erg lang. Goed, dan ga ik zelfs even kijken wat voor auto ik leuk vind om deze track nog eens mee te rijden. Even kijken, iets met downforce of iets zonder downforce. Oeh, dit zijn ook sick auto's hoor. Dit is ook wel een mooie. Dat is die auto van Mark Webber volgens mij. Ik heb hem gezien. Oeh. Ah, die is wel snel hoor. Dat is wel eigenlijk een Le Mans auto. Dat is wel een goeie. Oké, okay, misschien kunnen we even kijken wat. Nee, Huayra. Palmer. Julian Palmer. Is dit een generic LMP1 auto? Nee, hey, de TS-040, dat is de voorganger van Alonso's auto. Laten we die maar eens pakken dan. 3 laps. En ja, omdat ik nog niet zo goed ben, ga ik hem een klein beetje in makkelijker zetten. Want het ging net niet helemaal goed. En dat is wel lachen, dan heb je allemaal van die LMP1 auto's. Maar ja, dan gaat de Toyota niet snelste zijn, denk ik. Ja, same class. Let's go! Ik doe trouwens altijd een random startpositie, maar ik heb de hele dag achteraan staan. Kan hem uitleggen. Kom maar jongens, we gaan beginnen. Sick auto's overal. Keep an eye on the lights. Watch out for wheel spin and let's nail this start. Dat is een heel gevaarlijke auto. Goed start. Auto niet. Hij heeft veel versnellingen. Oeh, heel precies goed gemaakt. Oh, ik zit in mijn volgende versie. Oh my god! De moment! Zou ik echt hele kort gezeten zijn? Dood is. Oeh, zet hem. Oeh, oeh! Ah, fuck! Oké, okay, even herstarten. Dan moet ik heel erg in die auto wennen. Daar. Kut, Theo daar. Ik ben klaar mee. Heel veel onderstuur. Nu sta ik wel dit keer. Dat is oké. Maar, niet voorzichtig. Als je hier een nieuw schijnt, dat is niet
kapot was. Hoe jongens, kijk hoe ze verschrikkelijk uit die auto's. Wow! Wow! Godverdomme, joh, ik word helemaal links naar deze map. Issues. Oh my god, this is the FPS, what is this? Best chance to make up some places. Let's do a few people off the line and head into the first corner in a good, clean position. Okay, mate, this is the one you don't want to... Nine o'clock.
make a good start and see if we can make up a few places into the first corner. The first lap is the best chance to make up some time. Green, green, green. Some beer is that? Actually,